Wat is de sterke puntenbenadering? Organisaties zijn vaak geneigd om te kijken naar wat mensen zouden moeten kunnen, om vervolgens te beoordelen wat ze daadwerkelijk kunnen. En vervolgens richten ze zich heel sterk op het dichten van de kloof tussen die twee. Dus ze proberen mensen te helpen met training en coaching en feedback om vooral aan hun tekortkomingen te werken en om misschien de punten waar ze een onvoldoende scoren, om daar een voldoende van te maken. En ze zijn eigenlijk geneigd om de aspecten waar mensen het misschien heel erg goed op doen, om die een beetje te laten liggen of om daar niet al te veel aandacht aan te besteden. De sterke puntenbenadering die draait dat om. En die is juist geïnteresseerd in de taken waar mensen waar ze in excelleren, waar ze ook zich wel bij vinden. Omdat eigenlijk juist daardoor mensen daarop aan te spreken, worden ze meer gemotiveerd en gaan ze meer in hun eigen ontwikkeling investeren. Wat levert het organisaties op als ze aan de slag gaan met de sterke puntenbenadering? Nou, behalve dat mensen dus meer geïnspireerd raken voor hun eigen ontwikkeling, levert het werken met hun eigen sterke punten ook veel positieve emoties op. En op zich duren positieve emoties duren maar kort, dus die komen en gaan. Maar die emoties hebben ook spin-off voor hun gedrag. Het blijkt dat mensen die positieve emoties ervaren ook hun blikveld verbreden en daardoor meer open gaan staan voor andere mensen, maar ook voor andere ideeën, waardoor ze innovatiever en creatiever worden.